Hi, Robin hier en welkom bij deze speciale do-it-yourself video. Deze video heb ik eigenlijk al heel lang uitgesteld en ook als ik er geen video van had gemaakt, dan heb ik er nog heel lang uitgesteld. Ik heb namelijk vorig jaar juni op een vakantie van Beekse Bergen heb ik mijn fototoestel van het dashboard af laten vallen met als gevolg dat dus hier een barst in het scherm zit. Hij gleed dus van een dashboard af, zo op de versnellingspook, met die barst als gevolg. Dus wat we vandaag gaan doen, we gaan het glas vervangen. Die heb ik al echt, bijna een jaar heb ik die leggen. Als goed is zou het een klusje van zo'n beetje 3 minuten moeten zijn. Mij kennende zal het eerder een half uur worden, maar dat maakt niet uit. En ik ga jullie meenemen met wat ik ga doen. Uiteraard heb je natuurlijk het fototoestel nodig met het kapotte glas. Uiteraard is het belangrijk batterij er altijd even uit te halen. En het geheugenkaartje, want je werkt met warmte en batterijen en warmte gaan niet goed samen. Verder heb je het glas nodig die vervangen gaat worden. Wat je ermee nodig hebt is een scherp mesje. Ik ga deze gebruiken bij mijn vinger. Die moet je dan zo meteen in een hoekje moet je die tussen stoppen. En uiteraard een hele fancy föhn die ik nog ergens had liggen. Dus die gaan we dan ook gebruiken. Dus batterij heb ik eruit gehaald, geheugenkaartje heb ik eruit gehaald. Alles heb ik hier al aangesloten. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van opwarmen, mesje ertussen frikken. En dan zou het klaar moeten zijn. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Dit mesje ga ik gebruiken. Die moet dan zometeen, als die opgewarmd is met de föhn, moet die hier in het hoekje gestoken worden. Hier tussen. En dan kan ik hem zo omhoog wippen. Ik heb geen idee of het gaat werken. Volgens de video die ik heb gezien, zou het met 3 minuten klaar moeten zijn. Dus dat gaan we meemaken. En dan gaan we het eerst maar eens even een beetje opwarmen. Na 3 minuten zou die los moeten zijn. Dus ik ga hem een klein beetje opwarmen, mesje ertussen. En dan heel voorzichtig proberen los te maken. Niet in je vingers snijden, wat ik nou dus heb gedaan. Heel handig dit. Mag geen leven duren, maar dan komt u zelf los. En dan is de kwestie van heel voorzichtig langs het randje halen. Bijna klaar is. Kijk, dan kan je hem zo afhalen. Wat je eventueel nog zou kunnen doen, ik weet niet of dat te zien is, ja dat is te zien, is hier ook dat lijmrestje een klein beetje afhalen. En zorg dat je het glaasje niet aanraakt, dus dat je het even weg, dat je dit niet aanraakt, want dan krijg je daar allemaal vette vingers op en om dat eraf te krijgen, ja dat blijf je, zolang de camera nog leeft, blijf je dat zien en dat wil je natuurlijk heel graag voorkomen.
rest laat ik het gewoon zitten. Ook al is het niet verstandig. Je ziet hier ook nog de lijmresten hier erop zitten. Ik kan het hier helemaal netjes af gaan halen, maar dat kan als gevolg hebben dat ik het scherm ga beschadigen of dat er mijn vingers erop komen of iets dergelijks. En dat wil ik gewoon heel graag voorkomen. Dus wat we dan nu gaan doen, is het glaasje erop plakken, een nieuw glaasje. We gaan uiteraard even wachten tot de plastic weer een beetje droog is. Er wordt ook wel gezegd in de video die ik heb gezien van, maak even de achterkant heel goed schoon en plak hem dan pas op. Want als je vingers erop ziet zitten aan de binnenkant, dan blijf je dat voor de rest ook zien. Hier zit dus al een plakrandje overheen, dus dat hoeft daar niet meer. Wat ik dan gewoon ga doen, is het plaklaagje eraf halen. Die is er nu ondertussen af. Zo. Nu is dus het plaklaagje straf. Dus het laagje aan de binnenkant is straf. Ik ga hem dus niet schoonmaken, want alle schade en dingen zitten hier aan de buitenkant. Dit is er wel eentje die op gaat vallen. En ja, ik weet dat de mensen nou gaan schelden. Je mag hem absoluut niet zo neerzetten als ik het nou doe. Want daar kan je je lens mee beschadigen. Ja, er zit stof op en er zit toch een vinger op. Ik ga er niks aan doen, want dat gaat veel risico geven. Dus is de kwestie van het nieuwe glaasje erin drukken. En ik zou haast zeggen dat dit een beschermlaagje is wat er overheen zit, maar dat zit er dus volgens mij niet. Oh, er zit wel een beschermlaagje overheen. En is die autofocus, jammer. En zo vervang je dus het glaasje van het fototoestel. Is het aan te raden? Je kan het eigenlijk relatief makkelijk kan je het zelf doen. Ja, je moet er de spullen voor hebben. Het schermmesje en het vervangende schermpje uiteraard. En een haardroger. Nou, een haardroger ga ik wel vanuit dat iedereen die heeft. En dan is het moment suprême, aangezien het best wel warm was met die haardroger. Of die goed vervangen is. Dat is echt gewoon het meest spannende moment van deze video. Ik kan ze uiteraard wel weer goed aansluiten. Hij had in ieder geval aan. En hij doet het nog. Dus, we hebben het glaasje hebben we succesvol vervangen. Hij ziet er weer uit als nieuw. En je ziet er eigenlijk helemaal niks meer van dat er wat mee is gebeurd. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou, ondertussen zijn we 20 minuten verder. En ja, ik moest tussendoor even ik mag het eigenlijk niet doen, even een pleister hebben. Het is bloed niet heel veel, maar dat mesje was net scherp genoeg om even in mijn vinger te gaan. Ik heb het glaasje succesvol vervangen, zoals je hier kan zien. Ik weet niet of dat duidelijk is. En alles werkt nog naar behoren, dus ik ben weer helemaal blij. De kosten van dit alles was 13 euro, voor mij 14 euro inclusief verzendkosten. Ik heb het bijna een jaar heb ik het uitgesteld en voor waarom? Eigenlijk omdat ik bang was dat die kapot zou gaan. En dit, ik ben hier stiekem heel erg trots op dit fototoestel. Ook al is die een beetje bejaard, om het even zo te zeggen. Maar goed, zo kan je dus ook zelf doen. Het is vrij eenvoudig. Goed zorgen dat het warm is. Mesje ertussen steken. Het liefst een tweede mesje of iets wat plat is. Wat je er zo tussen kan schuiven. Dat scheelt heel veel problemen. En als je dat eenmaal hebt gedaan. Dan is het echt binnen 5 minuten geklaard. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. Laat dan een like achter. En als je meer van dit soort video's wil zien. Vergeet dan niet te abonneren.
En als je bent geabonneerd, vergeet je niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, laat.